U hoort nog een muziekje. Dat is nu weg. En wij zijn hier met de finale van de Reality 18. De Counter-Strike competitie tussen Asterion en MCON Esports. Het is de Grand Final. Je zou zeggen, dan heeft Asterion een map advantage. Omdat ze van de upper bracket komen. Maar die map advantage hebben ze genomen, of in ieder geval verspild. Door even lekker uit te slapen. Ja, dus dat is ook wel tactisch verstandig. En nou is het eigenlijk gewoon een best of drie, net zoals de upper bracket. En daar was Asterion met 2-0 de baas. Dat is waar. Daarom denken ze nu misschien ook dat ze het kunnen maken om gewoon maar een uur later op te komen dagen voor de finale. Beetje onprofessioneel. Maar ja, wat voor verwachtingen wil je er ook bij hebben, Toddersma. Maar inderdaad, het is dus de best of vijf finale van de Reality 18 hier in Assen. En traditioneel heb je met een best of vijf één map voorsprong wanneer je uit het upper bracket komt, wat dus het geval is voor Asterion. Alleen als MCON wel op tijd aanwezig is en Asterion best wel een beetje laat, ja, dan staat het zomaar plots 1-1. Yeah. En hebben we nog maar drie mappen om het op uit te vechten, dus dan is het inderdaad praktisch een best of three. En zal ik jou eens even vertellen welke maps er zijn? Vertel mij dat eens even. Cash, Inferno en mogelijk als Decider, Mirage. Overpass. Oh, nee. Echt? Nee, Mirage wil MCON eigenlijk niet spelen, want dat lukte steeds eventjes ietsje minder. Oké, nou, op zich wel leuk. Ja, en u ziet het, we beginnen dus zo op Cash. En daar speelde MCON tot nu toe redelijk sterk. Vooral hun city side was behoorlijk dominant. Maar ja, dan moeten ze wel eerst die knife winnen en zorgen dat moet ik wel eerlijk zeggen niet met die AWP kan knutselen. Maar moet ik wel eerlijk zeggen dat het misschien wel, het is wel waar dat we op een goede city hebben zien spelen eerder op Cash. Alleen dat we ze ook een hele goede overpass hebben zien hebben en daarna een hele slechte. Dus dat ik niet zo heel goed weet hoe we historische prestaties van MCON in moeten delen. En of we daar onze conclusies op kunnen baseren, Toddersma. Hey, je kunt altijd gokken en daar is vooral het Holland Casino altijd blij mee. Ja. Maar hier bij Gamers Hub kunnen we dat niet goed, hè, gokken. Nou, we hadden toen wel eens een keer zo'n systeem waar je dan met... Wat is er met de G-Hub? De G-Hub is gebeurd. Ja, ik weet niet. Die is volgens mij kapot. En Tim zou een nieuwe ding ervan schrijven. Maar hij heeft dat uiteindelijk niet kunnen doen. Want dat ding werd geband omdat het te veel spamde. Lol. Revelobot is no more. Jammer. Thanks, Wally, for the inside information. En oh my god, zelfs Jet is uit bed gekomen. Oh. Een mysterie hoe dat is gebeurd. En is het toch wel knap dat hij eruit is gekomen. Want gisteren zat hij wat minder helder bij. Maar, is dat zo? Ja, nee, maar hij was wel om van te genieten. Ik heb die man eventjes gezien toen hij hier aankwam. Maar verder heb ik hem eigenlijk het hele weekend niet voorbij zien lopen. Hij is hier ook niet langs geweest. Hij is hier wel een keer langs gehold. Okay. Heeft hij even gewacht toen ik weg was? Natuurlijk, hij is bang voor jou. Dat snap ik. Maar ja, even kijk. Oh, wacht even, wij moeten ready geven of zo? Huh? Streamers are not ready yet. Huh? Niet ready. Streamers are not ready yet. Hoe moet ik ready forcen? Force ready. Mijn grapje. Ja, weet ik wel. Ja, blijkbaar is Ebot iets kapot. Ebot is stuk. Ik snap het ook niet. Productie, kan iemand naar de admin rennen of zo? Productie, help! Leuk zo'n e-bot waar ze zeggen dat streamers ready moeten zijn, maar als ze geen ready kunnen geven, dan is dat heel lastig. We need an adult. We need an adult. Ren heen en weer, ja, Olly. Olly. Iemand naar degene naar de die verantwoordelijk is voor de server. Ja, meestal is dat SWAT. SWAT? Ja. Of gaan ze... Oh, match starting. Oh, volgens mij hoeven de streamers niet... Maar kijk, het blijft in chat spammen. Streamers not ready. Ja, please wait until they are ready. Dan worden ze boos op mij, maar ik kan hier vrij weinig aan doen. Ik zou niet weten. Ik ben helemaal boos. Kijk, Bernard, ready, ja, ready, ready. Ja, ik kan streamers niet not ready. Het, super chill dit. We hebben het hele weekend haast onder e-bot gedaan. En geen één keer hebben we iets met streamers gehad. En nou in één keer... moeten we... Ja, dan moet ik ook nog... Invite voice chat. Ja, dat is leuk en aardig, maar ik zal die wel even denyen. Ja, ik denk dat dat niet erg safe is voor... werk zijn mensen misschien niet. Maar wat die allemaal gaat schreeuwen als je opneemt. Bernard zegt dat wij nog op bed liggen, dus... en allemaal gek. Ik weet niet wat er aan de hand is. U ziet ook even mijn interacties dan met al die hippe mensjes. Maar ja... Wij moeten dus even wachten totdat iemand heeft gefixt dat wij blijkbaar op ready staan. Want we kunnen het wel spammen, maar er gebeurt helemaal niks. Nee. Want dan als je gewoon... Ja, je kan zeggen, je kan misschien wel gewoon joinen, maar dat... Nee, dan, dat helpt ook niet.
Daar hebben we niks aan. Oké. Nou goed, misschien dat ik dan in de tussentijd de server er ook even bij wil pakken. Ik vind het altijd erg gezellig om met de stream te praten. Maar voor de Grand Final wil ik misschien wel gewoon even mijn eigen observer perspective kunnen hebben. Nerd. Maar dan heb ik wel een IP nodig, Tolders. Nou, dan zal ik ondertussen... Nou, kan iedereen meteen IP zien, dan kunnen we niet op... Zal iemand anders mij het IP toe kunnen sturen? Je kunt wel op de e-bot-site kun je het halen. Nou, heb ik Olly niet op Steam? Olly... En Olly heeft die IP ook niet. Rondrennen voor ons. Dus dat boeit niet. Dat is leuk en aardig. Oh, ik dacht dat je al rennen was. Zit je er nog? Hey, Olly. Nee, maar ze zijn nu... Oh, we gaan wel spelen. Oké. Okay, nou, ja, dat willen ze, maar er staat nog altijd streamers are not ready yet. Oh, ja. Dus hopen dat het nu werkt. Het wordt gewoon geforceerd. Het maakt zich geen reet uit dat de streamers not ready zijn. Ja, het is nog steeds warm met knife round. Oh ja. En dus, het is nog officieel niet ready, denk ik. Maar we zien het wel. Nou, het lijkt nu op een knife ronde. En nog steeds staat er streamers are not ready yet. Het is in ieder geval niet meer rood. Dus het is minder intimiderend. Nee, maar dat is alleen omdat als ik dan zei van ready, dan was het streamers are not ready yet. Oké, okay, maar... Ze heeft een deagle in plaats van armor. En dat was vroeger dat je dan maar één left click en een right click nodig had. En we zien nu dat Emcon behoorlijk wordt weggestoken. En dan heeft Asterion de keuze om te zeggen waar ze op willen. En het was inderdaad dus gewoon nog altijd een warm-up. En ja, is die we het hele weekend nog niet hebben gezien. Maar pittige sessie. Je ne sais pas. Hier komt een restart. En, ja, maar het staat alsnog een warm-up. Waar dan? Warm-up knife-out. Dus match restarting. Ja, we zien wel. Waarschijnlijk kunnen ze daar dan mee doorspelen of zo. Maar als het nog blijft, dat ding dan in het beeld staan. Dus we gaan gewoon lekker los. We gaan gewoon met de pistol in deze eerste map van een soort of best of 5, die eigenlijk een best of 3 is. En dan gaan we los met twee setjes nades aan de kant van Emcon Esport. Eentje op Relax en eentje op Luo's Kever. En ja, dan gaan ze blijkbaar richting de B-side. Waar je dan Xeno hebt in checkers. Hopen dat hij daar een heady kan poppen. Ziet daar dan Luo's Revo. En hij vangt ook wel een beetje damage. Maar het gaat nog allemaal zonder ook maar enige def aan enkele zijden. Maar er wordt alsnog meer damage gedaan. Nou gaan ze een vent boostje doen. Gewoon puur voor de turnaround. En dan... ja, dat weten we ook best. Maar daar kunnen we niks aan doen. Paul, kun je naar mij wijzen. Maar moet je naar de admins toe lopen. En ondertussen een headshotje gedaan op Teddy. En ze blijven alsnog een beetje richting die B-site hunten. Terwijl dan Mavits de kill pakt op Xeno. En Bernard die op Luo's Revo ook in zo pakt. Teddy en is het een 4 tegen 3. En uiteindelijk is de B-site dan wel gecleared. En... Kinzo, Luigi, Mavits allemaal wel gehit, maar allemaal nog niet dood. Clash pusht, Clash gaat bijna dood. 13 HP heeft hij over, wordt ook nog geflasht samen met Bernard. En Convict loopt daar gewoon in CT, die boeit het allemaal niet. Mavits geeft een one-tap aan Bernard. En dan is het een 2 tegen 3 situatie, nadat er uiteindelijk wordt getrayed. Ja, ja, en die mannen van Asterion lijken er niet heel erg veel vaart achter te hebben. Misschien dat ze nog eventjes wakker moeten worden, want ze worden best wel makkelijk uitgeschakeld hier door de terroristen van Emcon die de pistolronde weten te winnen. En ik blijf het toch gek vinden dat ze gewoon die eerste map gemist hebben, die jongens van Asterion. Want dat geeft ze zo'n, ja... Ja, maar heb je tenminste wel weer een leveled playing field. Ja, maar dat bedoel ik dus eigenlijk exact. Ze verspelen er het voordeel mee dat ze hadden, omdat ze gisteren sowieso in de upper bracket gewonnen hebben. En ze konden al langer slapen omdat ze niet nog door hoefden te spelen gisteren. Dus, Kinzo laat even zien dat hij wel ook goed is uitgeslapen. Ongeacht het feit dat ze wel door moesten spelen gisteren. En dat die man er echt wel klaar voor is om nog een event win toe te voegen aan zijn e-sport cv. Nou, moeten we natuurlijk even gaan kijken wat Asterion daar nog tegen in te brengen denkt te hebben. Maar Convic zit er klaar voor met zijn CZ. Het weet alleen weinig uit te halen ermee. Tot dusver leeft nog wel, maar niet voor lang. Luigi is daar verantwoordelijk voor. En hij was al een aantal van zijn teamgenoten kwijt ook. Nou hebben we Teddy en zijn voormalig teamgenoot Xeno nog. Maar die wordt inmiddels ook van het leven beroofd door Luo's Kever inderdaad. Ik vroeg me al af waarom je hem zo noemde. Maar het is dus omdat hij zijn naam daar gewoon niet veranderd heeft. En Teddy, ik kan heel goed lezen. Die manier. Oh. En nog eentje op Kinzo was dat. Dus dat is... nog best wel een leuke prestatie om eventjes snel naar binnen te slepen voordat je afgeschoten wordt. Maar $600 zo in de pocket. Nou, volgens mij krijg je maar 100 als je iemand killt met een CZ. Dus het is meer dat... Nee, dat... hoor. Is dat zo? De AFP is alleen maar 100. Volgens mij hebben ze dat ook met de CZ gedaan. Oh, nee, inderdaad.
Je krijgt $100, ja precies. Je krijgt $100 als je iemand kilt op CZ. Dus voor het geld voor hemzelf. Ja, daarom gebruik ik de CZ ook niet. Ja, want je wist ook echt dat dit het geval was. Ik moet mezelf een beetje indenken. Maar... Het is een beestek van de Stadion. Alle 5 man zitten daar even te chillen. Maar je ziet dat Emcon dan toch alweer een beetje aan het neigen is om iets richting die A te gaan met een spitje via mid. En ze lopen door en ze zien eigenlijk dat eigenlijk alles wel een beetje clear lijkt te zijn. Ook forklift. En ze lopen maar door en ze zien niemand. En dan is het duidelijk. Het is een B-stack en misschien wel een big flank. Dus Ilax gaat even een andere positie nemen. Zodat hij misschien hier wat kan bereiken. Ja, ja. En met die SMG's kunnen ze leuk wat geld verdienen. Maar ze hebben er niet heel erg veel van. Alleen Ilax en Louis Revo zien we daarmee rondlopen. Verder hebben we 3 rifles. Dus dat geeft misschien ook wel een beetje aan. Ja, dat ze best wel serieus zijn over deze finals. En gewoon het risico zoveel mogelijk willen vermijden. Wel die SMG's meenemen om een beetje geld te verdienen. Maar gewoon hoofdzakelijk met de AK's het werk doen. En uiteindelijk toch nog 1 kill met die UMP van Ilax op Clash. Om toch nog eventjes een dubbele kill reward eruit te slepen. Ziek. Extra money in de pocket. En Emcon staat dus 3-0 voor. Gaan de eerste buyround in. Geen van de teams gaat voor een AWP zo te zien. Wel 2 SMG's nog voor Emcon. Een beetje bonus round idee. En misschien gaat Duus Evo gewoon ergens in rushen met dat gekke MAC-10'tje. Goed. En als er nog mensen zijn die een bepaald beeld hebben van hoe de eerste map zal gaan lopen. En misschien zelfs de hele serie. Dan zijn we daar altijd erg benieuwd naar. Ik heb het net al even snel in chat geplaatst. Dan zie ik dat een aantal mensen denken dat Asterion in ieder geval op de eerste map een hele goede kans heeft. Maar zeker niet iedereen kiest voor Asterion. Dus dat kan ook wat dat betreft nog best wel close gaan worden. Maar Emcon laat even zien dat zij zeker ook een kans hebben om hier wat van te gaan maken. En Bernard kon helaas Kinzo niet vinden in die smoke. Hij zat er heel erg dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Louis Revo weet hem daarna te killen. En Teddy en Xeno gezamenlijk weten de site een beetje op te ruimen. Maar Luigi die schakelt Xeno nog uit. En dan opeens is Teddy er in zijn eentje nog maar. Zonder ook maar enig teamgenoot. En Louis Revo weet hem te vinden. Dus dat is het einde van die ronde 0-4 voor Emcon. En Asterion, ja, heeft misschien wel een goede kans om de map te gaan winnen. Maar moet dan wel eerst beginnen met een aantal rondes. En het vanaf daar door gaan zien te pakken. Tot dusver, erg Emcon show. En 5 HE-grenades voor de jongens van Asterion. Gaan ze daar nog iets bijzonders mee doen? Gaan ze die allemaal dezelfde kant op gooien? Ik denk dat ze hem over boost gaan slingeren. Of dat zou best wel interessant garage doen. En daar staat Kinzo en Louis Revo. Die zijn allemaal redelijk getagd. Daar hebben ze niet zo heel veel uitgehaald. Nee, hij doet wel een beetje damage. Maar Louis Revo met een headshot weet dan toch wel wat te killen. En Kinzo heeft ook een nade. Gooit hij dan. Maar Xeno is net iets te ver teruggelopen. Ondertussen heeft Teddy ook het leven gelaten. En is Xeno nog maar op 9 HP. Wordt nog een beetje weggetapt door Kinzo. En Convict zit ook bij de whitebox. En die gaat dan de kill pakken. En misschien straks zelfs de AK. Als hij daarvoor kiest dan. Als hij het wil. Ja, ja. En Convict dan in zijn eentje. Die nog eventjes gaat kijken of hij er wat voor elkaar kan gaan krijgen misschien. Zeker een van de meest veelbelovende spelers misschien wel die we hebben in de Benelux. Denk je niet, Tolders? Maar... Hij is ook een hele goede memer, dus daarmee is het wel heel sterk. Dat geeft hem in de Benelux. Ik kan wel proberen te fixen, maar ik kan dat niet doen. Maar dat geeft hem in de Lux wel heel veel meer legitimiteit natuurlijk, als hij ook een beetje kan memen. Want anders, waar is de scene anders op gebaseerd hier? Niet op skill in elk geval. Don't let your memes be dreams. Don't let your memes be dreams. En leuke line-up van Louis Revo, die net te laat is met dat schot. Anders had hij er misschien nog wat leuks uitgehaald, maar in ieder geval... punten voor de moeite. En Convict heeft een AWP gevonden voor zichzelf ook. Of gekocht vermoedelijk. Want ik denk niet dat ze heel veel mee hebben kunnen nemen uit de vorige ronde. Maar toch weer een buyround. En een belangrijke ook voor Asterion. Want ze staan inmiddels al 5-0 achter op cash hier. Op de CT-site waarop je over het algemeen niet achter wilt staan. En al helemaal niet als je net al je map voorsprong hebt weggegooid. Dan kun je het best wel gebruiken om eventjes een sterke vertoning neer te zetten. Die we tot dusver nog moeten gaan zien. Ja, Memphis gaat een beetje jagen langs die smoke in de hoop dat hij misschien een entry bij B kan halen. Maar het gaat allemaal heel rustig en hij is wel gehoord door Bernard die daar onder de vent zit. En daarom komt hier een flashbang zodat Xeno misschien nog even wat kan zien. Maar ondertussen gaat ook de bom richting B. Luigi wordt gejoined door zijn boy Kinzo. En
Close, daar staat Teddy. En Teddy gaat iets te close. 9 HP over voor Methods, maar hij heeft in ieder geval wel de kill te pakken. En je hebt dan ook nog een Relax die een beetje bij A zit te lurken. Normaal is Kinzo altijd wat meer de lurker, maar die speelt meer met het team tegenwoordig. Terwijl Relax dan in zijn eentje door en Loose Dave heeft dan de kill op Bernard. En we zien dat Relax lekker aan het jagen is, maar niemand ziet maar wel in ieder geval Clash. En nog twee andere mannen daar blijkbaar bezighoudt. En de bom zit nu gewoon op de site. Kinzo wil hem eigenlijk planten voor checkers, maar ja, daar ligt dan in één keer een team molotov. Dus moet je even dat niet gaan doen. En waarom was een steel nou te laat? Ja, laag in een bungalowje iets te doen wat niet CSGO spelen was. Dus ja. Jazeker, maar we hebben nog drie antiterroristen in leven. Die bom die is geplant en ze lijken er wel zin in te hebben om daar wat aan te gaan doen. Maar ik weet niet hoeveel potentie er nog is. Ze kiezen er ook voor om het hazenpad te nemen met hun staart tussen hun benen. Dat rijmt. En ze gaan heel snel pleiten met die guns. Want die kunnen ze in de volgende ronde een stuk beter gebruiken. Hoe staat het ervoor met de euro's, met de knaken van de jongens van Asterion? Ook niet zo heel erg denderend als ik zo kijk. Nee, menig Benelux-speler zou dat graag als prijsgeld hebben wat ze nu op de rekening hebben. Maar ja, dat zit er niet in. En Henricus zit ook in de chat. Heel waar ik zie hem kan zijn. Hij streamt de laatste tijd weer meer, hè? Is dat zo? Ja. Ik zit zelf niet zo heel erg veel te... Ja, ik ben best wel fangirl. Ja, ik ook wel. Zo van Shuk. Wat denk je zelf? Van Shuk, hè? Shuk. 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 I wish I shook his hand more often. En dan zien we dat daar een boost is. Relax krijgt dan een headshot van Clash. En daarmee is de opening voor de variatie bij een Asterion die 6-0 achter staat tegen MCON Esports. Ja. Wel hebben ze gelukkig een man advantage weten te vinden, die boys van Asterion. Dat is ook de eerste keer, geloof ik. Die molotov ging niet helemaal volgens plan met het. Dus ik dacht dat jij er was in de eerste instantie om een beetje op strategisch niveau te ondersteunen. Dat je later pas een gun in je armen gekregen hebt. Maar datgene waar je voor de eerste instantie voorbij gekomen bent, dat is ver te zoeken als ik zo naar die molotovs kijk. Maar Shoulder Picks heeft ook een AWP en die gaat nu de angle houden. Daardoor is... Of ik misschien wel een beetje bang om te pieken. Maar Clash en Bernard hebben al beide een kill te pakken. Nu 7 wordt dan gepiekt. White Stray van Config. En daar heeft Luw 7 zich niet op bedacht. Pakt dan nu ook een M4'tje. Om misschien op close range samen met zijn maatje wat meer te kunnen doen. Bernard piekt dan White en gaat dan dood. 1 tegen 5 situatie voor Luw 7. Pakt de eerste. En Xeno staat er op een echt enorm vage angle. Zit hij daar? Zou Bob de Beck zeggen. En dat is dus de eerste ronde voor Asterion. Het is 6-1. En het lijkt eindelijk eens een keer een spannende pot te worden. Ik ben er blij mee, Tolders. Ik ben gek op spannende potjes. Al helemaal als MCON en Asterion daarbij betrokken zijn. En het lijkt erop dat we gelukkig weer voor iedereen knaken hebben. Natuurlijk omdat Asterion hun eerste ronde heeft gewonnen. Hebben ze een winbonus voor de verandering. Alleen lopen ze dan natuurlijk wel het risico dat als ze deze verliezen, als het lot... ze tegenstaat, dat ze daarna geen euro's meer hebben en dat het best wel een probleem zou kunnen worden. Ja, en MCON zet op het moment nog niet heel veel pressure, houdt gewoon nog een beetje dingen af, maar bijvoorbeeld Squeaky kan gepakt zijn. En dan gaat Luigi hier nog lekker bij B even chillen. Hopen dat er iemand in die richting komt pushen. Teddy heeft zichzelf al checkers in gewerkt. SHK wordt echt boos. Nou, je hebt, hij vindt het echt niet leuk. Nubuk, Rappik en Voila, dat doe je ook met mijn naam. Nubuk. Ja, Shuk. Ja, Shuk, Rubuk, Nubuk. Dat is toch gewoon... Ik snap niet waar hij zoveel issues mee heeft. Nee, weet joh, dat hij, het leukste is. Luigi heeft een hele leuke kill. Dark Xeno staat weer daaronder blauw. En pakt dan wel de refrag. Maar Bernard is ondertussen ook al low AP. Waarschijnlijk een mid-engagement. Terwijl Xeno dan ook nog de kill op Mavens pakt. Ik had niet verwacht dat hij daar zou pieken. En daarmee dus in één keer de man advantage voor Asterion claimt. En ik denk dat ook MCON niet had verwacht dat daar zo'n piekje uit zou komen. Config ziet dan waarschijnlijk wel net de arm van Kinzo. En dat kan betekenen dat Clash hier zo een piekje gaat leggen. Nee hoor, Config die pakt hem gewoon met de AWP. 2 man over voor MCON tegen 4 van Asterion. 1 daarvan is low en 1 daarvan heeft nu net een kill te pakken. Op Relax, Luw 7 als laatste over en ook hij is weg. 6-2 als Asterion weet eindelijk de shotjes te raken, weet eindelijk rondes te winnen. En MCON heeft nog maar voor 1 of 2 rondjes geld over.
Ja, maar dat zijn natuurlijk toch twee rondjes waarin ze meer dan genoeg kansen zullen krijgen om extra dollars te gaan verdienen. En het enige puntje dat misschien wel interessant zou kunnen zijn en een voordeel voor Asterion mogelijkerwijs is dat Louis Dreyfus geen AWP heeft en Convict wel. Dus dat ze in dat aspect misschien een klein voordeeltje hebben in het arsenaal, maar daarentegen wel een stuk minder utility beschikbaar hebben. En die bom die loopt daar in zijn eentje in Toxic, terwijl we voor de rest alle terroristen een beetje in de rondte hebben stampen rond mid en garage. Dat had kut kunnen zijn als die CT's daar iets agressiever waren blijven spelen. Wat niet het geval is, maar oh, Bernadette, een headshot op Methods door de smoke. Gewoon door een beetje subtiel door te blijven tappen. Weet hij die tweede ook te vinden? Kies ervoor om eerst maar eventjes wat nieuwe kogels op te gaan halen voordat hij het überhaupt gaat proberen. Het is overigens ook Kinzo die daar in de vent staat. Dus misschien wil hij daar ook uitkijken. En Teddy, terwijl hij in het vuur staat, weet die Kinzo uit de vents weg te roeien. 4 tegen 3 met het man voordeel voor Asterion. En Teddy rent dan uiteindelijk de vlammen in. Terwijl Xeno de kill pakt op Luigi. 2 tegen 3 situatie in de bom is gedropt. Louis Dreyfus moet dan ook nu checkers in om daar op te committen. En ziet daar dan ook die Xeno rennen. Hoort dan ook Clash bij Upper. Die Molotov zorgt er dan ook voor dat Relax eventjes wat minder kan. En oh my god, Convict met een wallbang via CT. En Relax gaat met de bom nu gewoon even richting A huppelen. Kijkt misschien even via mid. Kijken of hij daar misschien één entry kan pakken. Clash is al richting Car aan het rennen. De andere twee spelers van Asterion blijven wel braaf bij B. Ja, en wat gaat Relax hier nou in zijn eentje voor elkaar weten te boksen? Hij heeft een heleboel angles om te checken wanneer hij hier de hoek om komt. Maar het belangrijkste is natuurlijk links, want dat is de enige plek waar daadwerkelijk een speler staat. Dat is Clash en hij checkt die angle inderdaad en weet die kill te pakken. Dat betekent dat de A-site inmiddels van hem is, omdat verder iedereen bij B stond. Meer dan genoeg tijd om de bom te planten, doet het ook op een goede positie. Opent de deur om ze goed een beetje af te leiden, op het verkeerde spoor te zetten. Weet nog een smoke neer te leggen. En zet zichzelf best wel in een goede positie om hier nog wat van te maken. Zal ze vermoedelijk horen wanneer ze hier omheen lopen. En kan zelf dus ook door die smoke gaan kloten. Hij kan enorm leuk ermee spelen, maar besluit ze om dat niet te doen. Weet nog één kill te pakken op Xeno, maar verliest dan zijn leven aan Convict. En dat is 6-3 voor Emcon nog steeds. Maar weliswaar 3 achter elkaar voor Asterion. En ja, heeft er één te pakken, maar dat is niet genoeg. Kan niet alles hebben. En 3-6 als die nog halverwege om deze comeback te pakken. En een autosniper van Convict. Lekker committen. Lekker al die money erin werken. Waarschijnlijk stond Ea achter hem. En die zei van, gewoon autosniper kopen. Dat is mooi. Kun je wat mee. Terwijl er wel heel veel spelers van hem komt bij. B zitten nog met die AK'tjes natuurlijk. Vanwege de bomplant hebben ze die $800 erbij gekregen. En ja, dan is het nog wel even traag. Mephits die weer als eerste een beetje ervoor uitloopt, krijgt nu een flashbang samen met zijn team. Rent hij dan door. Een man zit in heaven, eentje zit op site. Ze proberen te zoeken. Maar Xeno en Teddy hebben nog wel enige resultaat. 2-2 trade. Maar Bernard rent gewoon door. Die staat gewoon naast Relax. En Relax die schiet uiteindelijk gewoon random die man dood. Omdat ze beide gewoon volledig wit waren. Convict heeft nu gewisseld voor een M4. Want die autosniper op deze afstand en een retake is niet altijd zo chill om te hebben. 2 tegen 3 dus. En één man op site is Relax. Die moet een beetje oppassen voor die Molotov. Maar die heeft daar nog een smoke voor liggen. Dus Revo zit gewoon bij blauw. Terwijl je dan Mephits hebt die hier een clash gaat zien en een clash gaat killen. Convict als laatste over en ook hij gaat dood aan Mephits. Zijn tweede van de ronde en de zevende ronde voor Emcon eSports. Eindelijk, nadat ze er 3 hebben verloren, hebben ze er ook weer 1 te pakken. Keurig van die jongens van Emcon. En op de terroristkant van Cash heb je natuurlijk ook wel een stuk meer speling wanneer je alles 6 rondes achter elkaar gewonnen hebt. Voordat de CT's eindelijk wakker geworden lijken te zijn. En dat ze er nu nog eentje kunnen winnen is natuurlijk mooi. Het kan ook een risico zijn om een beetje hun geld te laten resetten. Maar dat is voor Bernard in ieder geval al het geval. Die verliest zijn leven vrij snel. Clash is weliswaar 1 return te pakken op Methods. Maar gaat daarna ook dood aan Louis Revo. We hebben nog 3 antiterroristen in leven. Waarvan er eentje met een UMP rondloopt. Xeno is dat. En we hebben een stuk beter arsenaal aan de kant van Emcon. Namelijk gewoon fatsoenlijke rifles. En natuurlijk een man advantage. Waarmee ze in de rest van deze ronde, die nog meer dan een minuut gaat duren, best wel een goede kans hebben om wat voor elkaar te gaan krijgen. Maar die positie van Teddy kan nog wel eens heel belangrijk zijn. Weet er 1 te pakken en de tweede te dinken bijna. Dus dat zorgt ervoor dat ze heel erg low zijn. Xeno weet ze allebei op te volgen met nog maar 1 terrorist in leven. Relax is dat, die weet die kill te pakken op Xeno, die daar nog zat te chillen. En plots is het een 1 tegen 1
Config tegen Relax. Die bom wordt geplant op B. En Config komt door de fans heen stampen in checkers. Moet nog eventjes gaan kijken vanuit welke kant hij het veiligst aan kan komen lopen. Maar moet ook niet Relax heeft de barrel gespot. Lang meer wachten. Config keek net weg, maar de barrel showde nog net naar Relax. En daardoor weet hij nu wel de positie van Config. Schiet even op het lijk van Xeno die al had gekild. Maar maakt het dan af met een leuk spreetje. En de achtste ronde voor Emcon is dan ook weer binnen. En daarmee heeft hij dan toch de vorige gemiste clutch doen vergeten. Ja, ja. En dat is 8-3 voor Emcon. En dat betekent dat ze heel erg goed bezig zijn zo. En nogmaals, voor mensen die er net bijgekomen zijn, is het 1-1 in de Grand Finals van de Reality 18 hier in Assen. En dat is inderdaad de Nederlandse pro scene. Ja, ze verdienen leuk wat geld en het is wat extra zakgeld voor een weekendje. Oh, weekendje Kinzo. En Kind Kwanzu met een mooie positie weten. Hit hem nog wel voor behoorlijk wat damage. Maar kan er geen kill van maken. Ondertussen is Bernard gewoon met die USP aan het wegtappen. En vangt hij ook de helft van zijn levens eraf. Maar ja, Emcon moet oppassen. Want er zijn nog drie man die eigenlijk vanuit aan mee kunnen komen. En Relax vond daar al een one deek. Ondertussen is Bernard dan wel gestorven, maar een flashbang en een smoke zorgt ervoor dat die A main push in ieder geval ietsje is vertraagd. Xeno vangt wat damage door de smoke heen. Komt nog een flashje erbij en Teddy gaat dan de kill pakken op Luigi. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen en Luigi daar niet de kill is mij een raadsel. 2 tegen 2 situatie deze ronde is wel heel spannend voor een minimale investment die Asterion heeft hoeven doen. En zo te horen is Emcon er wel blij mee dat ze deze winnen en Appa een boys. Negende ronde mogen bijtellen. Jazeker. En ze lijken er leuk hard mee weg te lopen. Steeds harder met drie rondes voor Asterion. Moeten die misschien, nogmaals, gewoon nog eventjes een beetje wakker worden. De koffie was net ook op trouwens toen ik ging kijken. Triggered. Dus het zou kunnen dat er misschien een oorzaak van is. Heb je gezien dat ons kopje weer in kleur is afgenomen? Ja, maar ik had het zelf voorspeld dat dat zo'n color changing is vanwege temperatuurdingen en zo. Ja, gelijk. Maar de color is wel weer teruggechanged. Ja, maar dat is logisch. Dan weet je het tenminste wanneer je drinken warm is en wanneer het op de goede temperatuur. Oh. Denk ik, hoop ik, gok ik. Ik zeg ook maar dingen. Zal wel. Daarom ben ik caster. Is same. Dus is Teddy de enige man die eigenlijk op B speelt, maar Xeno is dichtbij. Hij zit in fans. En wat een vent is het ook. Heeft al meerdere mooie kills weten te pakken. Teddy kan niet echt pieken, want er ligt een molotov voor zijn neus. En er komt al een beetje een rotate richting B. Dus Emcon moet wel oppassen. Of misschien even een paar goede entries hitten. We staan met z'n vijven voor de deur. Clash pakt eerst op Mavets en Teddy die op Kinzo. Maar Relax kan uiteindelijk dan twee kills pakken. Refrag, Mania en Xeno kan er maar één pakken. 2 tegen 2 situatie. Dan komt Bernard gewoon door die fans en dat is niet verwacht. Een vierde ronde voor Asterion. En Emcon heeft gelukkig nog wel wat geld, maar dat houdt niet over op elke speler. Dus je zou haast kunnen zeggen dat ze een eco gaan doen. Of gewoon een gekke force, je weet maar nooit met die jongens. Een gekke force. En nou ja, daar lijkt het inderdaad ook wel een beetje op. Beide teams doen de moeite nog wat guns mee te nemen vanuit Spawn. Alleen Kinzo met zijn Deagle is er het slechtst aan toe. We hebben Xeno met een UMP aan de andere kant. En voor de rest iedereen toch iets van een rifle vast. En, ik zeg iets van omdat we Methods met de lul hebben. Maar in elk geval valt het nog wel mee hoe dramatisch het is toch. Dus het is de één na laatste ronde eentje van komt de helft. Dus dat is hoe staat het verder bij met hun geld dan? Ja, wie deze ronde verliest, gaat gewoon in de volgende ronde een hele lastige situatie hebben financieel. Dus voor de terroristen, mochten ze verliezen, zou een bomplant een wereld van verschil maken. Maar aangezien die 9-4 voorstaan, weet ik niet hoe aannemelijk het is. Bernard dat is gewoon low. Geven. Puur door een beetje wallbangs van Luis Revo, volgens mij, die een paar dinkjes er doorheen wisten schieten. Smoke je nog even voor de connector, waardoor Bernard nog minder kan. Maar je hebt Xeno in de fans. En Xeno in de fans is niet meer helemaal in leven. Of helemaal niet. Geeft u het maar. Net zoals Bernard die dan een Kobe krijgt van Luis Revo. Molotov hier op de spot waar Teddy heel vaak speelt. Achter die box. Hele sterke positie ook als hij niet wordt gecleared. Maar uiteindelijk heeft Emcon dat geleerd van de vorige partij. En Luigi speelt rustig af terwijl Teddy hem dan ontvangt. Nou ja, eigenlijk andersom. En Emcon gaat nu richting die tiende ronde. Je hebt Relax die nog een beetje aan het lurken is. Een beetje aan het beter rotate aan het afhouden. En dan hebben we daar nog wel een kill voor Config. Nee, een kill op Config. Clash als laatste over 1 tegen 5. Gaat dan proberen te save. Gaat proberen die exit te halen. Heeft dan 1 op Kinzo.
En rent dan nu waarschijnlijk enigszins richting T-spawn. Ja, maar wordt nog wel even gevonden door Methods op het moment dat hij daar bijna weg weet te komen. En dat is de gun verloren. En dan zie je dus dat die financiële situatie er niet heel erg rooskleurig uitziet. 10-4 is de score, de tussenstand voor Emcon natuurlijk. En het is de laatste ronde van de helft waar we aan gaan beginnen. Dus het zou zeker goed uitkomen voor Asterion om nog even te kijken of ze in ieder geval een vijfde ronde eruit kunnen halen. Maar mochten ze dat niet voor elkaar krijgen, of nou, ook al krijgen ze het wel voor elkaar, gaan ze nog steeds best wel een lastige tweede helft tegemoet in deze eerste en tevens derde map van de serie. En een eerste en een tweede kill ook van Convic hier vanuit deze gele forklift. Weet bijna een derde te pakken. Bernard wist dat wel. En Luigi en Louis Revo wisten gelukkig de bomsite een beetje te returnen, maar hebben allebei heel veel health verloren. Weten nog wel een kill te pakken met die granaat. Luigi was dat. En Teddy die returnt het met zijn eigen Kobe op Louis Revo. We hebben alleen Luigi nog in leven tegen Xeno en Teddy. En hij heeft gelukkig wel de bombsite ter beschikking. Maar moet heel snel dat ding neer gaan leggen. En op zijn hoede zijn om die aanvallende belagers van de antiterroristen uit te gaan schakelen. De eerste is Teddy en die weet hem te vinden met zijn CZ. Luigi sterft en dat is toch een vijfde ronde voor Asterion. Ja, en dan komen ze toch nog een beetje terug. Maar ja, Emcon weer altijd sterk op de... Weet het, eerste helft die ze spelen. Meestal beter op de CT-site. Maar ja, nu voor de variatie dachten ze, laten we gewoon op de T-site even rekken. We hebben een paar demo's nog teruggekeken. Of PlayStation-tjes doen ze meestal, omdat je dan ook de communicatie er beter bij hebt. Maar als ze het voor elkaar kunnen krijgen om nu ook nog eens een fatsoenlijke CT-site op te gaan zetten, staan ze opeens 2-1 voor. Nadat ze de eerste map gespeeld hebben, ook al komen ze uit de lower bracket. Dat is best wel een hele mooie situatie om jezelf in te vinden natuurlijk. Inderdaad, en ik was bijna bang dat Gerard me zou laten hangen, maar gelukkig kreeg ik hem ook. Feels good, man. Ja, hij had het bijna niet door te holen, dus gelukkig keek hij nog even achterom voordat hij wegliep. En wie kijkt er niet achterom naar mij? Ja, altijd natuurlijk. Even nakijken, terwijl Clashdown een bodyshotje vangt, doet niet heel veel. En Kinzo blijft repeaken, moet eigenlijk nu eens een keer ophouden, want er zitten ook al twee man heel erg close. Ondertussen pakken ze dan Convic vanaf Highway volgens mij twee kills daar op de spelers van Emcon. Die helemaal op kwad zaten. En dat is dan toch wel een aparte samenloop van omstandigheden. Terwijl Luis Revo dan als eerste een beetje iets terug kan doen. Vangt dan wel alleen een headshot van Bernard. Dan is het een 3 tegen 4 situatie. Kinzo bang voor Clash. Ziet dan ook dat beentje. Maar moet ook oppassen van quad. Want daar staat Teddy geboost. Op het hoofd van Convic. Die net dus zo'n twee prachtige entries had. Luigi dan met een kill op Bernard. En Teddy doet damage. Maar doet geen kills maken. Ja, Luigi met zijn USP. Moet maar eens even gaan kijken wat hij hier nog van kan maken. Er staan in elk geval terroristen aan weerszijden. Hij heeft nog 4 kogels en 1 man hier dichtbij hem te vinden. Maar dat zit er al niet in. Het aantal kogels maakt niet uit. Teddy knalt zijn hoofd eraf. En we hebben toch nog een beetje spanning in de tent wanneer Asterion de pistolronde wint. Inderdaad. En dat is dan toch weer een voorspij die hier dan moet uitkomen van Emcon. In de hoop dat ze terugwinnen. Dat is wel een van hun... betere kwaliteiten tot nu toe op deze land. Maar je ziet dan met het en Kinzo dan beide zonder armen gaan. Dat hebben ze ook al vaak gedaan. Waarschijnlijk ook puur mogen ze hem verliezen. Dat ze wel meer nades hebben voor de eerste rifle round. Een soepel sprongetje daar van Mavet. Heeft natuurlijk ook wel een hele lan in de vinger. Dus het gaat allemaal wat moeilijker. En kan Asterion hier dan al meteen de zevende en daarmee eigenlijk dan ook de achtste ronde eruit halen. Dat ziet u binnenkort. Na de reclame. Nee, we gaan er niet uit. Geen paniek. Sandbags wordt gemollied. Daar staat niemand van Emcon. Dus dat is een $400 gespendeerd om iets te clearen. Maar ja, heel veel rendement om een kill eruit te halen. Had het niet gelukkig kon Kinzo gekild worden door Convic op mid. En had hij alsnog een beetje uitbetaling. En gaat James dan rotaten? Ik hoop het niet voor hem, want het wordt een complete B-play. Dat kalt hij dan ook mis dan, de eerste shot. En CT is dan gesmoked. Schiet dan net tussen twee mensen door. En ook de noscope is net niet raak. En dan lijkt erop dat Emcon gewoon gaat saven. Want die utility kun je gewoon beter gebruiken voor de volgende ronde. In plaats van dat je eigenlijk nu al je geld daarmee weggeeft. En ook de kans om financial damage... gewoon compleet ruïneert. Misschien merkt u dat Gio een beetje stil is. Gio die rent in één keer weg. Kan zijn dat de zwaartekracht hier in Assen wat beter en sterker op hem werkt. Dat hij daardoor even de porseleinenpot heeft moeten opzoeken.
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar we zien hem vast wel binnenkort terug. Terwijl we zien dat Emcon met 4 man blijft leven. 3 de Eagles, 1 scoutje en 2 setjes met armor. Mooi om mee te nemen. En mooi om misschien nu een wat beter rondje neer te zetten. Misschien dat ze wel een beetje damage kunnen doen aan de spelers van Asterion. Misschien dat ze wel eens een keer een kill kunnen halen. En dan zien we een behoorlijke midstack. Zitten er meteen 3 man in. En Convict die wordt hier eigenlijk altijd geboost om die voetjes eraf te schieten. Doet het meteen weer, maar Relax pakt dan Clash die dan gaat pieken op mid. Dan hebben ze door. Hey, hier staan toevallig wel heel veel mensen, of niet dan? Molotov om misschien Kinzo te clearen. Maar Kinzo denkt, nou Convict, dan heb ik jou tenminste ook in een corner. Schiet hem dan, 24 HP, maakt dan af met een headshot. Lekker overkill en 2 entries dus van Emcon Esports. Het is 10-7 en ze gaan nu toch wel lekker op deze, nou ja, niet meer force buy, gewoon gezeefde pistolrondjes. En je bent er weer. Ja, ik moest zo nodig naar het toilet, dus maar het is ongelooflijk. Ja, je kon je het voorspellen. Ja, ik zei, volgens mij werkt de zwaartekracht hier en dan is er wat sterker op hem. Dus moest hij even de porseleinen pot opzoeken. Ja, nee, ik denk, ik ga gewoon eventjes snel tijdens better de echo's. Better safe dan sorry. Inderdaad, anders is die stoel straks al vies. Dus ik denk, zo opgelost. En het lijkt erop dat ik niet heel veel heb gemist nog. Want die echo'tjes, die waren nog gaande. We zien wel dat Luigi hier met zijn deagle wat voor elkaar probeert te krijgen. Maar dat lijkt niet echt soepel te gaan nog. Wordt wel Kinzo uitgeschakeld door Teddy. Xeno daar met de double kill is Luigi als laatste over. Ondanks dat hij net een kill had op Teddy door de smoke heen. Zonder dat... een zo goede start op deze ronde zo wordt weggegooid. Omdat ze gewoon geen kill konden pakken toen Asterion met geen entry. Die Luigi hier beschikbaar heeft, een deagle en een scout, kan hij wel heel veel schade aanrichten. Of misschien zelfs deze spelers best wel makkelijk uitschakelen als hij ze weet raken. Maar tot dusver lijkt dat niet het geval. Xeno vindt hem met zijn UMP en dat is het einde van de ronde. 8-10 is de scoreline nog steeds in favor of Emcon. Ja, maar nu hebben we dan wel een eerste buyround. Glass get een AWP van Kwanzu. Kwanzu. En mensen denken Benelux CS, maar we hebben 100 FPS, hoppa. Nee. Kinsen probeert dan te beter door te zeggen dat hij meer heeft, maar kappa. Ondertussen is Method dan gewoon lekker in die AM gerend. Gaat dan bovenop die box zitten in de hoop dat er iemand daar zich toont en hij daar een mooie kill kan halen. Ondertussen worden voor de rest redelijk rustig en default afgehouden door Asterion. Alleen dus geen echt strakke A-main pressure. Mavis die valt dan nu ook terug, want die smoke is weg. En dan is het risico te groot dat je doodgaat. Ja, maar wel weer een redelijk trage ronde hier vanuit Asterion. Die er weinig vaart achter lijkt te hebben. Zo weinig dat het zelfs de mogelijkheid, of dat het zelfs mogelijk wordt voor de CT's, de antiterroristen, om een beetje agressief te worden in main hier. Methods is dat. En die heeft een mooie positie ingenomen om in elk geval vroeg aardig wat informatie op te halen. Maar mogelijk ook gewoon 1 of 2 kills hieruit kan halen. Als ze dat niet verwachten. Kinzo vindt Bernard met de AWP. Goed om te zien dat hij ook weer een AWP heeft opgepakt. Lewis Draven vond Convict. Maar Clash weet die Methods uit te schakelen in AME. Dat was de positie waar ik het net over had. Die ze dan zijn verloren. Ik Xeno daar met de kill op Relax. Maar dan zitten ze dus ook op de A-zijde. Kinzo dropt alleen wel de bom. Komt nog een flashbangetje uit. Maar die pakt niet heel veel mensen van Emcon. 3-1 situatie. Als ook Xeno is overleden aan Lewis Draven. En Kinzo maakt het af zijn derde van de ronde. En die Glass Cannon AWP betaalt zich dan heel goed uit. Met een 11e ronde voor Emcon Esports. Jazeker. En die konden ze goed gebruiken. Ik denk dat ze daar ook erg blij mee zijn. Maar voldoende geld nog wel bij Asterion. Met uitzondering van Teddy, of is er iets voor hem gedropt? Oké, een CZ neemt die man mee. Dus dat valt nog best wel tegen. Maar inderdaad hebben we hem wel wat zieke dingen daarmee zien doen tot dusver dit weekend. Dus niet al te slecht. En natuurlijk nog steeds die AWP voor Kinzo, waar hij de eerste kill van de ronde mee weet te pakken op Clash is dat. Relax vond Bernard. En dat is een 2-man advantage voor Emcon om de ronde goed mee te beginnen. Lekker gewerkt, pik. Xeno op half AP en ze zitten allemaal een beetje rond B. Flashbang komt erin. Luigi spot dan dat ze toevallig net zijn teruggevallen. En ja, willen ze dan nog wat op mid gaan proberen? Dat wordt wel lastig, want daar heb je Kinzo met die AWP. En ook Relax met een AK die dan de eerste kill heeft op Teddy. De tweede op Convict en misschien wel zelfs de derde.
Ja, op Xeno 4K voor hem. En de 12e ronde voor Emcon nog 4 nodig om het een map advantage te brengen voor hunzelf. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou 1-0 achter staan en dan op de eerste map gewoon zo hard losgaan dat je gewoon 2-1 voor staat? Zonder dat je daar nog al te veel moeite voor hebt. Painful CS. Ja, ideaal voor Emcon natuurlijk. En om eerlijk te zijn denk ik dat het steeds aannemelijker wordt dat Emcon gewoon deze hele finale gaat winnen. Maar dat is niet omdat Emcon per se zoveel beter speelt dan Asterion. Ze hebben gisteren immers verloren in de Upper Bracket Finals. Mm-hmm. Het is gewoon omdat Asterion zichzelf aan het verslaan is. En Emcon het niet eens meer hoeft te doen. En Luigi gelukkig nog wel weet hoe dat moet ongeveer. En Teddy hier uitschakelt aan het begin van de ronde. Weer een man advantage verloren voor Asterion. En... ze hebben natuurlijk ook verder 3 Peter 50's en een Glock om nog mee te werken. Maar of ze er nog wat mee gedaan gaan krijgen, we gaan het zien. In elk geval kan Method zijn score een beetje leuk bijtappen. Weet hij die 4e kill helaas niet te pakken, maar 3 is natuurlijk al mooi. En was relax in de buurt om het af te maken. Snelle ronde, 13-8 staat het. En we komen steeds dichter bij het einde van deze map. Behalve als Asterion nu in deze buyround er wat van weet te maken. Want volgende ronde gaan ze ook te weinig geld hebben om hier wat leuks mee te doen. En dat betekent dat ze het nu voor elkaar moeten gaan krijgen, Tol. Dus die AWP loopt Kinzo nog steeds mee rond. Ik moet zeggen dat ik dat best wel sexy vind. En disturbing. En we gaan eens even kijken wat voor gekke shit hij daar nog allemaal mee voor elkaar kan krijgen. Maar in elk geval, Methods is niet zo heel erg gek bezig hier in Amen. Het is geloof ik de tweede of derde keer dat hij daar zijn leven best wel vroeg verliest. En het Man Advantage daarmee ook weggeeft. Maar gelukkig is Relax nog op de bombsite om daar een beetje... verandering in te brengen. Was dat überhaupt een bombsite? Ik heb letterlijk geen idee. Terwijl Relax hier dan gaat pushen in de big flank. En Lewis Revo de kill heeft op Bernard. Die al low was. Relax dan met de solo kill op Clash. Geen damage genomen. En dat is dan toch wel frappant. Je hebt nog wel Xeno die in Squeaky zit. En je hebt een Config die net levend wordt verbrand bij de forklift. Dat krijg je als je geen barbecue spot hebt op een map. Dan doen ze maar lekker creatief. Relax spot daar dan Xeno. Het is een 3 tegen 1 situatie. En hij pakt zelfs nog een tweede kill. 6 AP is over. En de tijd begint te dringen. Maar Lewis Revo covert dan zijn maatje. En dat betekent dat de 14e ronde binnen is voor Emcon Esports. En Asterion nu met moeite kan kopen. En dat komt deels omdat ze net die bomplant hebben gehad. Dat ze nog een beetje geld over hebben. Ik zie dat Blackie inmiddels ook... bij de chat erbij is gekomen. Die begint ook eventjes... zwart te praten. Hij zegt als jullie nog vragen hebben, of als jij specifiek, als Tolders nog vragen heeft over mijn AUG habits, dan zit hij gewoon in de GG-rij. Dus we kunnen hem straks even opzoeken. Maar denk zeker jij daar vragen over? Ja, dat zei ik ook. Ik word wel vaker aangezien voor Tolders, dus dat geeft niet. Maar klopt. Daar had ik inderdaad een heleboel vragen over. Dus die ga ik straks ook zeker stellen. Misschien dat ik jullie voor het einde van deze Grand Finals daar nog wat antwoorden op kan geven. Ik denk dat ik niet de enige ben die vragen heeft. Maar 14-8 staat het en Emcon die lijkt met deze map leuk weg te lopen. Katsor, Ben, welkom, goedemorgen. En inderdaad, de eerste map is gemist door Asterion. Waarom precies, weten we niet exact. Vermoedelijk lagen ze nog te slapen. Maar in elk geval staat het dus 1-1 en lijkt Emcon goed van start te zijn gegaan in de eerste map, derde map, net hoe je het wilt zien. Ja, Config was nog even een paar memes aan het maken en daardoor kon hij niet op tijd vertrekken. En dat heeft Sion dus de eerste map gekost. Maar ja, als de memes een beetje denk zijn, is het het allemaal waard. Het lijkt nu dat Asterion zit te neigen naar een B-splitje. 2 man uit de B-main. En dan waarschijnlijk een 3 uit connector. Tenzij Xeno nu in één keer ook nog naar B-main loopt. Maar Teddy wel een beetje damage neemt van de nade. Ja, en nu dan, Tolders. Wat spannend. Und jetzt geht los, oder? De vent is gepakt. Popt, ze lopen eruit en Luigi moet oppassen, want er staan daar gewoon 2 man in checkers. Maar sterke flashbang, alleen een minder sterke spray. Luigi. Want Lewis Revo doet eigenlijk daar het grootste deel van het werk, maar gaat ook dood. Het is een 3 tegen 3 situatie. Xeno is low AP en die bom wordt nu geplant. Xeno dood en spray transfer met moeite van Relax. Pak zelfs nog een derde en dat is de map point voor Emcon Esports. Gaan hiermee richting die 2-1 voorsprong. En mooie ronde. Ja, spannend. Dat was, en sterke spray van Relax. Ik dacht even dat Luigi daar een hele gekke spray deed waarmee hij gewoon 2 headshots pakte. Maar het bleek dus Lewis Revo te zijn die daar in de buurt was en die andere pakte. Nog steeds goede verdediging, maar gewoon iets. Zag er iets stoerder uit vanaf ons perspectief dan dat het daadwerkelijk was.
Maar helemaal goed, 15-8. En dat is een matchpoint inderdaad, of een mappoint voor Emcon. Waarmee ze het inderdaad best wel eens 2-1 zouden kunnen gaan maken. Maar het is nog niet zover. Asterion heeft weliswaar 8 rondes en heeft er dus nog maar een paar nodig om hier een gelijk spel van te maken. En misschien gewoon gelijk die map naar zich toe te trekken. We zien dat er wel al een man vroeg wordt verloren voor Emcon. Maar snel weten ze die terug te ruilen door Teddy af te knallen. De man die verantwoordelijk was voor die gevallen Louis Kever. En het lijkt erop dat de bom langzaam maar zeker richting B aan het sluipen is. We hebben hier 3 antiterroristen in de buurt, waarvan eentje in mid is. Die telt misschien niet helemaal, maar ik denk dat hij snel van de partij is. Wanneer zijn teamgenoten aangeven en hem nodig te hebben. Ik denk dat dat nu is. 2 man komen de site oplopen. Clash heeft zijn leven al verloren aan Relax, die nog lekker in de vent zat. Maar Convict heeft Luigi inmiddels van de site weg weten te schieten. En dat betekent dat de B-site inmiddels in controle is van de terroristen. We hebben nog 2 antiterroristen, Kinzo en Methods, die het samen op gaan proberen te lossen. Methods weet Convict alvast te vinden. Dit is de popflash voor Checkers. In de hoop dat als er iemand staat dat hij volledig wit is, loopt dan uit. Xeno zit bij Toxic, is dan gespot en heeft LoAP gooit een molotov richting Methods. Methods is eigenlijk de drijfkracht van deze retake. Ziet er dan ook Xeno, die staat dan achter een vuurtje, moet helemaal omlopen. En Kinzo zou hem eigenlijk wel kunnen stikken. Doet dat dan niet. Maar ja, het boeit niet, want hij heeft die laatste kill te pakken. Dat is de eerste map voor Emcon eSports. 16-8 is de score. En dan gaan we zo over naar, volgens mij, Inferno. Meestal duurt het een kwartiertje waar de spelers even een rookpauze hebben. Even nog even dingen gaan doorspreken wat er eigenlijk misging. En u ziet ze daar gewoon live production value. Ze staan op, ze zien er blij uit. De dichtstbijzijnde was Methods. Er wordt gewoon een case gedropt, joh. Wow, zikke case. Ziek. En dan hebben wij dus even een korte pauze. Zijn we met ongeveer een kwartiertje bij u terug. Tot dan.